Ik moet gewoon alleen dit toch? Ja. Wajo, wajo, wajo! Het ruikt hier, bro. Ik sta met brommer in de fik. Ja. What the fuck? Holy shit. Ja. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Vlog. Mijn naam is Enzo Knol en oh my god, wat was het gisteren druk op knolbouw.nl. Dankjewel voor alle liefde. De zwart-rode broek die was echt gewoon meteen uitverkocht. De zwart-roze is misschien als je nu kijkt op knolbouw.nl ook al uitverkocht. Maar op dit moment, nu op dit moment, staat er nog één maatje op. De rest is allemaal weg. Het is bizar. De tasjes, grote kans dat die nu ook weg zijn. En anders dan staan er nog een paar op knolbouw.nl. Dus als je nog wat vets wil, check eventjes knolbouw.nl. Wat ik zojuist heb gedaan, is Noël proberen te laten schrikken. Omdat jullie weten dat Noël nogal leuke reacties geeft. En voor de mensen die Noël nog nooit hebben zien schrikken, check even deze mini-compilatie. Die is al beneden, gast. Ik vertel er helemaal niks van, hè. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar Gloed. Maar ik weet niet welke. Zo lelijk die handjes. Nee! Hey, sorry, oh, zo. Nee! Schrik me dood. Ik ook. Een deur. Maar nu probeerde ik Noël weer te laten schrikken, maar dat ging niet helemaal goed. En ik zal jullie wel even laten zien wat er nou precies helemaal misging. Check dit. Hallo. Oh, goed, check. Oh, sorry. Oh, sorry. Goedemorgen. Oh, ik voel me zo lullig. Weet je waarom? Wow. Ik stond bij de overbuurvrouw daarnaast. Ja. Daar zo. En ze deed open en ze schrok zich helemaal dood van mij. Zat op kamer. Ja, omdat ik hier sta in mijn onderbroek. Sorry, Sianne. Nou, ondertussen is Noël er. Welkom. Welkom in de vlog van Enzo Knol. En we hebben 3 helmen bij ons. Dit heeft niks te maken met motorrijden. Maar Noël en ik, we hebben overleg de afgelopen weken. Maanden. Maanden eigenlijk, ja. We hebben het er echt al lang over gehad. Om te doen eens. En Noël die heeft altijd een scooter gehad. Die heeft nu zijn autorijbewijs gehad. Die is hier ook met de auto van zijn opa. Gefeliciteerd trouwens, je hebt je eigen auto gekocht. Super nice. Dus die gaan jullie wel binnenkort een keertje zien in de vlog. Daar komt hij dan sowieso eventjes mee langs. Eventjes skirt skirt. En Noël, die gaat dan meer auto rijden natuurlijk in plaats van scooter. Alleen, ik heb ook altijd een scooter gehad. Dus toen hadden we het erover, oh, zo vet eigenlijk zijn als we gewoon een scooter gaan halen. Hier neerzetten en elke keer als Noël komt, dan gaan we een beetje kloten met de scooter. Een beetje, ja, gewoon met die rijden of zo. Ja, het was al eens een keer een idee dat ik met de scooter helemaal naar Zeist zou komen. Ja, van jouw huis naar hier. Ja. Van Brabant naar Zeist. En dat jij dan ook een scooter kocht en dan gewoon samen hier gingen toe. Ja, ja. Ja, dat zou sowieso nog wel geniaal zijn. Maar goed, we gaan nu in ieder geval mijn scooter ophalen. Want ik heb er eentje op het oog. En ik heb hem nog geen 1 keer gezien. Maar waarschijnlijk ga ik hem kopen. Dus we nemen alvast de helmpjes mee. Let's go! Mijn is er ook weer bij. Knolbouw drip. Hey. We staan ook nog op knolbouw. Nou, ik denk dat er niet heel veel meer zijn. Dus wees er snel bij. Dat had ik net verteld. We denken ook hetzelfde. Van deze? Ja, we denken hetzelfde. Ik dacht alleen die roze zwart. Wil je mijn nieuwe nagels zien? Ja! Mijn heeft nieuwe nagels. Check hoe cool.
Super vet, toch? De smileys. En als ik dan zo met mijn tattoo, zie je zo smiley en de tattoo. En de sokken. Super nice. En de sokken! Oké, let's go. Weet je wat echt geniaal zou zijn straks met scooter? Dat ze zo dat van New Kids zo nadoen. Dat ze zeggen, jij kan zeker geen wielen, jongen! En dat jij dan in één keer zo'n wielie voorbij komt. Op. Ba, ba, ba. Ik kan geen wielie. Kom op, man. Je bent toch een real scooterboy? Girl? Nee. Ik heb nooit scooter gehad. Dus ik kan wel scooter rijden, vind ik zelf. Vind je zelf? Ik heb wel mijn motorrijbewijs. Ja, dat bedoel ik. Maar ik heb nooit dat, zeg maar, dat ik een scooter had en daarmee naar school ging. Nou, ik heb dus een Aprilia SR gehad, voor de mensen die nieuwsgierig zijn. Ja, echt? Aprilia? Ja, een Aprilia SR. Doe dat cool, jongen. En een Yamaha Aerox. Yamaha gewoon al. Ja, toen Yamaha. Al. Let's go, let's go. Yamaha Aerox waren beide echt zwaar opgevoerd natuurlijk. En onder die Aprilia SR had ik zelfs een 70cc snel Malossi blok. In plaats van nu dat... was die... This is the crazy flow. Wel een Enzo op de scooter. Oh, we vinden dat heel erg leuk. Pam, 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 pam. Ja, dus dat wordt nog wel even een dingetje straks. En Noël die heeft zo'n scooter gehad met windscherm. En dan als je gas gaf en je gaf gas los, dan hoor je zo... Wat? Ja, meerdere. Ik heb ook een schakelbrommetje gehad. En een Riva. En nu een Zip. Ja, schakelbrommer is ook vet hoor. Ja. Dat is ook wel echt heel erg cool. Maar ja, dat vind ik ook leuk inderdaad. Gewoon ja, ik wilde dus, dat zei ik ook tegen die scooterzaak, ik wil een Zip, een Zippy. Maar nu hebben ze iets geregeld, dat is een soort van Zip of zo. Oh, het is geen Zip. Nee, een soort van. Ze zeiden misschien zelfs wel beter. Weet je dat ik altijd wielen in mijn wielrenfiets had die ook Zip heette? Wat? Ik waren ook zo snel als een Zippy. Echt? Ja, mijn velgen van mijn wielrenfiets waren Zip, de wielen. Dus dat is gewoon het merk of zo? Ja. Vespa is het van... Misschien is het wel hetzelfde merk, ja, zo ga je nel zijn. Ah. Geinig. Ja, leuk. Nooit geweten. Wat vind je van een elektrische scooter eigenlijk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb wel op een elektrische motor gereden, maar nog nooit op een elektrische scooter. Nou, nu lieg je, hè? Nu heb ik jou bij de poot. Weet je waarom? Nou, waarom? Wij waren laatst in Assen, mensen. Toen hebben we twee scootertjes gepakt, twee groene, samen met Damien en Thijs. Oh ja, klopt. En dat was elektrisch. Ja, klopt. En eerlijk gezegd merk je het niet eens echt, vind ik, dat het dan elektrisch is. Maar ja, jullie wel, want jullie zijn natuurlijk normale scooters gewend. Elektrisch trekt wel snel op. Ja, trekt wel snel op. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat voor geluid hieronder zit trouwens. En of we misschien wat dingetjes kunnen veranderen of zo. En wat vind je van een elektrische John Deere? Nee. Ik weet niet eens of dat bestaat. Ik ook niet. Ja, kijk meteen vies, jongen. Nee. Wat de boeren kennen, gebruikt hij niet. Nee, precies. En moet gewoon gras maaien en geluid maken. En anders niks. Nee, laten we de... Nou, je scooter. Op, zeilen. Zo, daar zijn we. Dat is hem. Oh, ik vind hem mooi. Ja, hij is nice, hè? Ja. Nou, dan wil ik wel even weten hoe het eruit ziet als ik erop zit. Zo'n matte kleur, dat is echt tof. Ding. Dat is goed. Ja, dat is raar, of mij, of niet? Of ja, dat is gewoon, ja. Nee, ik vind het niet. Ja, ik vind het, ja, gewoon. Dat ik altijd met de auto ben, al jaren. Het ziet er zo grappig uit, gewoon met die voetjes zo naar voren. Ik vind het al schattig. Ja, ik reed eigenlijk altijd zo. Zo, ja. Ja. Oh, ja. In een wheelie. Nou, top. Ja, ik vind hem mooi. Ik vind hem echt nice. Wat is het eigenlijk? Het is geen shit, maar een... Malaguti. 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 Ja. Malaguti. Klinkt chic, klinkt chic. Zo, nee, ik heb gewoon echt een Malaguti te pakken. Ja, zeker. Malaguti. Oi, oi, oi. Er zitten al andere schokdempers op. Ja. Ja, ziek. Ja, dat zag ik ook al net. Ja. Ik denk, even kijken. Ja, sick man. Kijk, een stukje rood ook van Knolpower hier ook. Kijk dan, het slot, hè, rood. Dat vond ik ook mooi. Ja, diepte, hè. Het zijn de kleine dingetjes die gewoon het compleet maken. Nou, trap me hem aan. Ja. Dus ja, kan ik hier even aan trappen? Ja. Hij wil dan echt niet binnen doen. Ja. Trap me hem aan, hoor. Nou, neem aan, trap dat ding. Malaguti. Ik vind het ook gewoon een leuk woord. Het is mooi. Mooi ding. Een elektrische start. Appa! Ja, maar vroeger had ik het geld er niet voor een elektrische start. Dus ik ben gewend om altijd te trappen. Oh. Ja, lekker hoor. En even kijken. En als ik hem aantrap? Ja, dan moet je op de standaard zetten, anders ga ik op de standaard. Oh ja, inderdaad.
Heugel dingen af. Hoe deed ik dat nou? Ik moet gewoon alleen dit toch? Ja. Wajo! Wat doe jij om half game? Oh nee, ik ga er een lijntje. Alle piezen. Ik zou hem gewoon zo staan. En hij heeft hem weer kapot hoor. Hij trapt ook zo hard. Hij moest ook een rem ingedrukt hebben, anders start hij sowieso niet. Oh. Ja, hij heeft hem kapot. Oh nee, dat meen je niet. Oh, sorry Rob. Iedereen weet dat hij gewoon even zo een tikje gegeven. Hij trapt de hele ding kapot. Hij trapt alsof hij naar China wou of zo. Ik heb altijd een scooter gehad die heel... Ja, doe het. Ja. Oh, sorry Rob. Oh, sorry. Rob, zijn vrije dag. Oh, dit is niet leuk. Dit is niet leuk, maar jij doet het altijd. Ja, maar ik had altijd een scooter die moest je zo hard aantrappen. Echt zo. Hey. Nou, je deed al 3 keer zo hard als dat, joh. Dit is echt niet normaal. Normaal moet je je rem ingedrukt houden en dan doe je dat. Hij deed dat ook meer. Hij deed echt zo. Dat geluid is ook echt niet oké, hoor. Oh dat my hele god. Nou, we komen zo bij jullie terug als die gemaakt is. Ja, let's go. Dan moet je buiten huis staan. Oh. Stoute Enzo. Sorry Rob. Hij moet lachen. Nou, ik ben ondertussen eventjes mijn rijbewijs en zo gegeven en straks even afrekenen. En ja. Nooit meer dat doen. Nee. Waarom zou je dat ook doen als je gewoon elektrisch hebt? Ja, dat vroegen ze hier bij de balie ook al. Maar dat komt omdat ik dus... Vroeger heb ik alleen maar scooters gehad waarvan de elektrische start het niet deed. Omdat, ja, dat was gewoon goedkoper als je een scooter kocht zonder elektrische start. Ja. Of ik maakte het kapot op een of andere manier. Dus ik moest altijd trappen. Die pizzabrommers van mij, waar ik een jaar op pizza bezorgde, ik moest altijd trappen. Altijd en keihard trappen en vaak trappen. Ja, dus ik heb gewoon een hele sterke trapbenen. Ik trap hem helemaal rondom de wereld. Goed, in ieder geval, ik ga niet meer trappen. Elektrische start doet het. Dus helemaal top. Straks lekker toeren. Gelukkig. Oké, dames en heren, het is officieel. Halleluja. De Malaguti. Die staat er helemaal klaar voor. Gaan we eens even goed gas geven straks. Elektrische start gebruiken. Oké, okay, gaat goed komen. Pas deze is Noël. Nee. Noël, pas even. Alsjeblieft. Deze ga ik niet dragen. Nee, maar je kan wel even passen. Ik kan passen wel. Hij zit perfect. Rob, ik neem hem. Ik wil hem. Helemaal geslagen. Jouw komt er onderuit, jongen. Ja, maar het is wel jammer dat deze niet mijn maat is. Dit is maat S. Nou, we gaan even op internet zoeken voor een mooie roze helm voor jou, ja? Ik heb wel een mooie helm. Oh, dat was wel jammer. Deze is wel afgeprijsd naar 40 euro. Ja, van 70 naar 40. Zien deze? Dat is heel knetje. Het is allemaal S volgens mij. Ja, is dit ook een S'je? Ze zien er allemaal heel klein uit. XS. Nou, nog kleiner. Die is nog beter. Mooi voor je kind. Ja, nu komt je neus er ook onderuit. Oh, mijn schedel. Nou, die is te klein. Oh, die is wel te klein. Nou, oké, laten we gaan. Laten we Rob van zijn vrije dag laten genieten. Ja. Ik kom later terug voor een roze helm, Rob. Komt goed. Top, Rob. Ja, ook in grote mate. Oké. Lekker, Rob. Let's go. Hey, Rob. Ja, scootertje gekocht. Let's go. Kijk onze nieuwe scooter! Hoi! Hoi! Nee, niet waar! Jawel! Nee! Ja! Echte Malaguti! Echte Malaguti, wel waar! Malaguti! Kijk dan! Wow, dit is gewoon, kijk dan, dit is gewoon goud hè! Ja. Doei! 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 Doei. Doei. Oh, dat is gewoon zo huilen! Kijk dan, dit is gewoon goud! Ja, het is gewoon gold! Dat is gewoon een custom... Kijk, dit is de Kickstarter hè! Ja. Die gaan we niet meer gebruiken. Nee, dat gaan we echt niet doen hoor. Echt niet vandaag, want dan moeten we weer terug. Als we ergens staan, dan hebben we Rob niet in de buurt. Nee, precies. Maar Rob is wel top hè. Rob is snel. Ja, heel snel. Ja, echt hè. Ja, nee. Rob is top. Nou, top. Dat is de nieuwe slogan. Dat zou eigenlijk op de winkel moeten staan zo. Rob is top. Zo, ja, Rob is top. Nou, goed. Ik rij achter jullie aan, denk ik. Ja, het lijkt me een goed plan. Gaan we even een nieuwe scooter aan Milan laten zien. Ja. Let's go! Best wel fris, hè? Dus ik wil mijn rits dicht doen. Is mijn rits weg? Ja, die heb je niet meer op deze jas. Wat? Dus, wist ik niet. Jawel, die heb je zelf gedaan. Heb ik dat zelf gedaan? Dat heb je zelf gedaan. Ik herinner me dat allemaal niet meer. Kijk dan, ik kom mijn rits niet dicht. Toen zei je nog van, nou, ik vind hem zo ook mooi. Ik heb hem toch bijna nooit dicht, zei je toen nog. Ja, maar nu heb ik een scooter. Nu veranderen de dingen. Maar weet je, volgens mij heb ik gisteren toch jouw jas in de auto gegooid. Of was het mijn jas? Jouw jas. Je hebt
er helemaal klaar voor, hè, bro? Damn. Even een mooie vlog maken op de scooter. Ja, sowieso. Ah, balen, mijn pet. Waar ga ik die laten? Hé, hey, daar heb ik iets voor. Hoe doe ik de bunny open? Gast, dat deed ik zelfs. Of deze? Ja, deze. Dat klopt? Ja. Ja, gewoon daar. We zijn net nog, oh wat mooi dat rood. Ja. Kan je hem open doen? Oh, goed maatje. Hoe doe ik dat? Malaguti. Malaguti. Ja, dat is goed, hè? Ja. Ja. Beetje duwen dus, ja. Kijk, petje, hop. Zo in de buddy. Krijg een beetje olie erbij. Stoppie. Stop, hè? Nice. Oké, kom maatje. Hoppakee! Ziet er wel echt geniaal uit. Ik vind het oprecht een mooie scooter. Met die matte kleuren zo. Je hoort het geluid ook helemaal. Geniaal. Echt geniaal. Ja, en de jongens zijn super blij. Dat merk je aan alles. Dat ze nu, ik moest net op een stoplicht wachten waar de scooter en de fietsers gewoon allemaal rechtdoor konden. Kijk, ze genieten, jongen. Ze zijn zo blij. Echt lief. Nou, ik ben blij voor ze. Ze vinden het echt helemaal geweldig. Lekker scootertje, hoor. Ja, toppie. Toppie. Nice. Even aan Milan laten zien. Ja. Ik ben benieuwd hoe die reageert. Go. Het is lang geleden dat ik een scooter heb gereden. En ze wil graag zijn scooter aan jou laten zien. Is de Enzo, de 16-jarige Enzo is weer terug. Nou, beter nu dan als hij 40 is. Ja, dat is wel zo. Kijk eens naar boven. Ik heb een scooter gekocht. Vet, hè? Wil je een stukje achterop? Nee, ik moet nog huiswerk doen. Geweldig. Nou, dan komen we een andere keer langs, ja? Ja, sorry man, dat echt niet. Nee, veel succes, maar ik ga er echt niet op. Oké, okay, is goed. Jij ook! Hey, Myron! Wat ook al een beef, hey? Ik ga straks nog even terug naar Milan en even vragen wat hij precies vindt van de scooter en of hij nog leuke dingen weet om te vertellen in mijn scootertijden. Maar voor nu zijn we op een super mooi afgelegen plekje. En ja, hier kunnen we wel even de scène naspelen van ik kan zeker geen wielen, jongen. En dan even Willy. Dus laten we heel even proberen of dat überhaupt mogelijk is met deze scooter. Nu moet ik wel meegeven, dit mag je natuurlijk niet doen op de openbare weg vanwege veiligheid en dat soort dingen. Maar nogmaals, we zijn hier op een plek. Dit is hier echt helemaal niemand. Dus hier kunnen we wel eventjes ons ding doen. Maar met andere mensen om ons heen doen we dit absoluut niet. Maar het is wel even geinig om te proberen. Het is iets wat ik vroeger ook wel eens oefende op een afgelegen plek. En ja, zo haalde ik mijn hoofd altijd leeg. Als ik dan problemen had of me niet lekker voelde, dan ging ik op het scooter rondje rijden. En ging naar een afgelegen plek. En dan ging ik daar wielies oefenen, stoppies oefenen. Ja, dat soort dingen. Ik was niemand tot last, maar het was wel gewoon leuk om even te doen. Nou goed, gaan we eens even proberen.
kan het nog. Holy shit. Ik kan het nog, mensen. Het gaat om die balans. Ja, hoi. Het lukt me gewoon. Hey, nu doe je ook dat voetje er zo af. Ja. Dat werkt goed, man. Wow, uiteindelijk is het de bedoeling dat ik het gewoon kan van daar tot daar. Ja. Want ik heb het vroeger, toen ik 16 was, toen heb ik het gewoon kilometers lang gekund. Wel vet, hoor. Ja, dat is echt lijp. Let's go! Dat was een ziek shot zo. Ja, hè? Ja, echt lijp, man. Dat zijn ze wel, hoor. Ja, dat is echt ziek, man. Ik heb het nog wel een beetje... Respect. Je hebt ook gewoon geen angst om naar achteren te vallen. Ik zie helemaal leunen. Ja, ziek. Ja, voor de mensen die nieuwsgierig zijn. Ik heb ooit een keer een wheelie-cursus gehad met de motor. En dat was echt super vet. Dat was ook op zo'n soort industrieplekje, zeg maar. En dat is echt knijtersvet en leuk om te doen. Maar nogmaals, op de openbare weg, het is echt een no-go. Maar nee. Hier zo... Heerlijk. Het is echt, brengt zoveel herinneringen van vroeger terug. Lekker in het zonnetje. Ja, ik zie je genieten, man. Echt genieten. Echt super vet. Let's go. Enzo! Hoi. 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 Kijk, daar gaat Noël, hoor. Huppa. Starten dat ding. Digitale tellen. Ja, ja, ja. Digitale tellen. Zo. Hij gaat echt wel hard, hoor. Ja, ik heb het net gezien toen ik naast jullie reed. Ja, kijk hem. Hij is helemaal in zijn element. Ja. Hij doet knietje naar buiten. Hij doet echt alsof hij op de motor zit. Ja. Nou, daar gaat ze, hoor. Ik vind het zo grappig om Myron op de scooter te zien. Hoezo? Ja, ik weet het niet. Ik heb hier nog nooit op een scooter gezien. Ook in Assen? Oh ja, tuurlijk. Ja, maar niet op zo'n scooter met een... Ja, ik weet niet. Met een helm. Ja, ja, die heeft ze uitgedaan. Ja! Dit is echt ziek. Dat is geniaal, hè? Dat is geniaal. Het is echt wel leuk om scooter te rijden. Echt vet. Gewoon lekker weertje, zonnetje erbij. Heerlijk. Heerlijk. Genieten. Geniaal. Hij maakt nog best leuk geluid voor een scooter, vind ik, hoor. Echt goede aankoop dit. Dat heeft me €850 gekost. Nieuwe rem, hup. Malaguti. Vering Malaguti. Krijg er allemaal bij, hè. Malaguti. Hoe vind je dat? Geniaal. Ja, leuk? Ja, echt leuk. Koude handjes al. Maar echt leuk. Dit is echt lachen. Het is een beetje dat motorgevoel, maar ook weer niet. Nou, je hebt in ieder geval wel een zieke motorhelm erbij op. Ja. Ja, daar ben ik echt blij mee. Helemaal carbon. Ja, deze is zo nice, deze motorhelm. Ja. Het is echt gewoon helemaal carbon. Dat is niet normaal. Weegt, even kijken, staat hij achterop. 1200 gram, deze helm. Ja, die is lichter dan die van jou nog. Lekker kutje. Oh. Ja, ik vind het echt naar, dat geluid ook als iemand op je hoofd slaat. Oké, dames en heren, we hebben te maken met bijna een lege tank. Dus ik ga even voor de eerste keer tanken. Hoppakee. Nou, bij het tankstation. En ik voel me meteen gewoon... Ik hoor er gewoon helemaal bij. Ik ben hier met mijn scooterboys. Yo, man. Kijk, hij heeft een dikke, dikke Peugeot. Wat is dit? Dit is een Peugeot, of niet? Piaggio. Piaggio. Kijk eens even. Ja, ja. Ik ben meteen met de scootergang hier zo. Scootergang, ja. Ja, scootergang, toch? Nog eentje daar. Ik heb... ja, die heeft zo'n mandje achterop. Maar even kijken. Wat zei je ook alweer? E5 best voor blokken. Ja. Ja, nice. En hij zei tegen mij dat deze schokbreker duurder was dan bijna de hele scooter, joh. Ja, ik weet niet zeker. Maar hij is wel duur ding, hè? Kijk dan. Hij ziet er in ieder geval sowieso al duurder uit dan de scooter. Maar wat vind je ervan? Een cijfer? Mooi ding, toch wel een 9. Kijk eens even, hey, bro. Of niet dan? Maar je moet hem eigenlijk van links bekijken, want rechts zit een beetje kapschade. Maar van links is hij gewoon zo goed als nieuw. Wat voor cijfer geef jij mijn scooter? Dikke 9. Ook een dikke 9, hoppakee. Deze helmen zijn ziek, hè? Dat is zo sharp. Die gaat zo die kan je naar beneden doen? Ja. Kijk, zo bam. Woei, joh.
Oh, dat is wel vet, ja. 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 Jij hebt een soort van de neppe dan. Ja. Want jij hebt gewoon met een skibril. Deze van jou, hè? Ja. Ik heb een neppe met een skibril. Oké, okay, nou, we pompen hier even E50 ongelood. Dat is het beste voor het blok. Ja, zo min mogelijk ethanol. Kijk, zo min mogelijk ethanol. Hoppakee, handschoentje aan. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lekker man, straks een beetje olie erbij. Oh, vind je lekker, hè? Lijkt een katje. Lekker, hè? Ja man, ik denk serieus dat ik deze scooter uiteindelijk ga weggeven, man, aan een fan of zo. Ja, dat is toch lof. Ik ga het gewoon genieten. Ja man, ik ga zelf gewoon heel eventjes ervan genieten. Ik laat hem heel, mensen, rustig. Ik laat hem heel. Dan ga ik hem gewoon weggeven. Dat is toch leuk? Is er iemand die een scooter wil hebben? Ik kan hem ook zelf opknappen, hè? Zelf opknappen, bro. Dit, kijk hoe mooi die eruit ziet. Ja, ik dacht misschien. Je moet een Malaguti, moet je nooit aanpassen. Die moet je standaard Malaguti, laten. Sorry. Nou, even kijken. Zo, ik heb nog nooit zo weinig op de teller zien staan. Die Joris die zuipt als een malle. 3,70 euro. Oh nee, ik heb een beetje gemorst. Hij zit wel helemaal vol, ja. Kan dat nou? Ja, bro, hij zit vol. Nee, hij zit niet vol. Hij zit. Ik moet hem niet overlaten. Tot het rijtje. Zo, maar dan heb ik hem helemaal vol getankt voor 6 euro. Ja, dat is wel wat goedkoper dan de auto. Voortaan rij je afspraken, ga je wel met scooter. Ja, geniaal. Ja, dat is echt mooi man, ik vind het echt leuk. Oh, petje weer in de scooter. Hop. Hier, deze handschoen neem ik mee voor de volgende keer. Met de scooter gang, daar gaan we. Let's go. Let's go. Fuck you, man! En nu jullie! Ja, ik kan het niet! Crazy! Hoppa! Meteen aan het chillen met scooter zijn! Hoppakee! Meteen nieuwe vrienden gemaakt! Ja! Ja, nice, bro! Dat is leuk, toch? Dat moeten we zo doen, man. Ik word goed ontvangen in de scooter community. Ik mag nu al op iemand anders scooter rijden. Let's go. Dat is toch love? Zeker love. Dat is echt love. Gaan we. Let's go. Hey. Hey. Hij doet dat even, hè? Hoe kan hij dat toch? Hoe kan hij dat toch? Geen probleem. Kan gewoon hier op af. Kan zeker, ja zeker wel. Ja, kan ook gewoon wielen op die. Ja, echt nice. Ja, lekker. Oké, we hebben een beetje trek gekregen. En daar verderop was blijkbaar niet zo heel erg lekkere menukaart. Dus we gaan gewoon naar het station. Gaan we naar de Subway in Amersfoort. Dus dat is 8 kilometer rijden. Kunnen we even lekker toeren? Dan kunnen we met deze eventjes nog een beetje meer inrijden. En ja, geniaal. Het is superleuk. Ik bedoel, laat wel duidelijk zijn mensen dat de reden waarom ik die wheelies doe is omdat ik het vroeger altijd deed. Dus ik weet nog een beetje hoe het moet. En ja, dan vind ik het gewoon leuk om hier te doen. Zoals ik al zei, het brengt herinneringen bij mij naar boven. Maar alsjeblieft, voor iedereen die een scooter heeft, nu het mooie weer begint, heel veel mensen scooter rijden, wees alsjeblieft voorzichtig, want je hoeft maar één keer onderuit te gaan en ergens tegen een paal te klappen of iets. Het blijft gewoon, een scooter, een motor blijft gewoon gevaarlijk. Kwetsbaar. Je bent gewoon heel erg kwetsbaar inderdaad. Ik bedoel, je hebt geen bescherming, je zit gewoon op de scooter. Dus voor alle scooterrijders, shout-out naar jullie, maar alsjeblieft, doe voorzichtig. En ja, ik denk serieus dat ik deze gewoon ga weggeven, want ik vind het superleuk om nu weer een scooter te hebben, om die herinneringen naar boven te halen. Maar het is niet de bedoeling om uiteindelijk op deze scooter te rijden. Als ik een scooter zou willen rijden en wil hebben voor de zomer, dan wil ik er sowieso eentje hebben met blauw kenteken, zodat ik geen helm hoef. Gewoon lekker 25, hoeft ook niet hard te gaan. Gewoon lekker rustig toeren. Even een ijsje halen in het dorp. Even ergens bij zo'n mooi stukje natuur even heen. Even op een bankje zitten. Gewoon lekker genieten, weet je wel. Dat is echt mijn ding. 25 km per uur. Maar ja, dit is gewoon, dit vind ik gewoon even leuk om die herinneringen voor naar boven te halen. Malaguti, Malaguti. Dus laat het weten, dames en heren, wie wil deze Malaguti. Dan ga ik binnenkort, ik ga eventjes nadenken hoe ik deze scooter precies ga weggeven. Want ik wil natuurlijk het liefst dat deze scooter terechtkomt bij 1, iemand die hem echt nodig heeft. En 2, die het liefst fan is van mijn video's. Dat vind ik wel leuk. Dus gewoon een bedankje dat jullie mijn video's kijken. En ja, sommige mensen, ik had namelijk ook echt amper geld op mijn 16 om een scooter te kopen. Dus dan is het wel mooi als die terechtkomt bij iemand die bijvoorbeeld het geld er niet voor heeft. Of ja, iets anders. Ik ben benieuwd. Laat het weten. Hij is in ieder geval echt super nice, want die boys zeiden ook al van ja, het is echt een goede scooter voor 850 euro. Ja, echt nice. Maar wel grappig, want die jongens wisten niet wat voor merk het was. Maar toen zei ik al van, het is net scooter van Mario, kijk naar het logo. Mario. Ik mis alleen de Luigi.
Wat zeg je? Ik kende hem ook niet. Dat hoor je niet zo goed met die helm op. Hij lijkt een katje. Nou, Myron, ga jij lekker met de auto? Ja, kunnen niet met z'n drie op de scooter. Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Nee, ik blijf lekker warm hier. Ik zie je bij de Subway, hè. Tot zo. Wow, gewoon precies tegelijk. Nee. Wij waren eerder. Oh, ja. Wij waren eerder, Myron. Omdat jullie stoplicht 3 seconden eerder op groen ging. Yep, wij waren eerder. We hebben gewoon gewonnen. Ja. Hoe sick. Ja, we waren echt 2 seconden eerder. Ja, maar ik heb ook echt heel rustig gereden. Ja. Nou, ja, ik zocht het in jullie, want ik dacht dat jullie met dezelfde route zouden rijden als ik. Nee. Wij hebben tactische route gekozen, rustig gereden en alsnog sneller. Jullie hebben niet rustig gereden. Nee. Bam! Nou ja, ik dacht gewoon aardig. Ik dacht, ik zeg, we waren precies tegelijk. Maar ja, hij moet weer de winst hebben. Hij moet weer winnen. Ja, ze waren iets eerder inderdaad. En 1 seconde. Ik reed letterlijk achter ze. Dus gelijk. Maar ja. Kan u niet toegeven. Even lekker chillen hier zo bij station Amersfoort. Lekker hoor. Wie komt chillen bij scooter? Ja, wie komt chillen bij scooter? Amersfoort station. Chillen bij scooter. Nee, maar serieus, dit deed ik vroeger ook altijd. Gewoon met de scooters, lekker ronddraaien, broodje eten, chillen. Ergens broodje halen, broodje weggooien. Gewoon lekker. Lekker rappie. Nice. Het is de eerste keer dat ik een rap heb besteld. Maar, I like it. I like it, nice. You like it? Then I like it. Also. Een lekker koekje erbij. Heerlijk. Nou, Myron die gaat weer met de auto. Wij gaan weer met de scooter. Even een helmpje pakken. Miron. Ja, wat zeg jij? Wow, dat was raar, hè? Ja, dat is zo raar. Dat is zo apart. Rij voorzichtig, schat. Miron. Ik vind mijn eigen naam gewoon, begin mijn eigen naam raar te vinden. Oh, schatje toch. Wie de eerste bij Milan is. Oké, doei. Ik ga nu weg. Nee, tegelijk. Nee. Jullie gingen net eerder weg. Nee, tegelijk. Jullie gingen net eerder weg. Ja, niet. Wel? Noël, snel! Noël! Noël ligt daarvoor. Oké, nou, het stoplicht is nog rood, dus ik heb geen voordeel hiervan. Ja, groen. Kom. Kom. Oké, jongens, ik denk dat ik al verloren heb. Want ik heb al 3 rode stoplichten gehad. En net was het zelfs zo erg dat die groen was. Maar degene voor mij was mij aan het filmen. Of in ieder geval de auto aan het filmen. Dus ik toeterde en toen werd er weer oranje en weer rood. Geen excuses, maar je bent met de scooter volgens mij wel echt sneller dan met de auto. Ik moest bijvoorbeeld eerst een stuk rechtdoor, zodat ik weer de andere kant op kon. Maar ja, zij kunnen gewoon over de stoep en dan de andere kant op. Maar ja, misschien ga ik het nog halen, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik heb wel een andere route gekozen, want ik dacht, ja, als ik dezelfde route ga als hun, dan ben ik sowieso niet eerder. Dus ja, we gaan het zien. En dan zit je achter een lesauto die veel te langzaam rijdt. Ja, als je haast hebt, dat is echt altijd zo. In ieder geval, ik moet natuurlijk niet haasten. Maar als je snel wilt, dan gaat het nooit snel. Dan moet je eigenlijk gewoon al op voorbereiden dat het verkeerd tegen zit in ieder geval. Dat ik nu groen ga krijgen. Als ik nu geen groen krijg, dan ben ik de lul. Kijk, zie ze daar dansen dan? Zie ze daar dansen? Oké. Oh, ik hoop zo dat ik eerder groen krijg. Maar ik ben bang. Nee, ze hebben groen. Ze krijgen nu groen. Ik heb ook groen. Bij mij is hij groen. Hij is groen. Net zei ik ook, we waren tegelijk. Maar ja, ik was gewoon eerder. Dit scheelde jullie eens, hebben pech. Dit scheelde 1 seconde. Jullie hebben pech. Dit scheelde 1 seconde. Net ook. Kom er niet tegen. Net. Doe maar dicht. Voilà, beveiliging.
En net scheelde het ook 1 seconde, maar ja, toen waren jullie eerder. Het is weer gelijkspel. Gelijkspel. Oké, zoals nu. We kwamen eigenlijk weer precies hetzelfde aan. Echt gewoon precies gelijk. En je moet gewoon ook echt geluk hebben met die stoplichten. Want ja, ik had nu een paar keer rood. En dan zit het sowieso tegen natuurlijk. Maar ja, zij kunnen natuurlijk ook rood hebben. Maar ja, met de scooter ga je wel altijd even wat makkelijker overal langs. En met de auto niet. Maar ja, het is nu gelijkspel. Hey, we hebben niet hard gereden hoor. Oh, jullie hebben echt hard gereden. Hij rookt helemaal, joh. Maar soms is dat zo, hè, dat je met de scooter zeg maar sneller bent dan met de auto. Of dat het niks scheelt. Nu scheelt het niks. Jawel. 2 seconden. Ja, 1 seconde, hoor. Hey, nou, misschien een halve. Nee, maar je hebt dat net allemaal uitgelegd aan de kijkers, joh. Dat je echt met de scooter kan je overal zo makkelijk tussendoor. Ja. En met de auto. Want jullie, ik moest bij Amersfoort Centraal eerst een stuk rechtdoor. Ja. En toen omkeren, want jullie konden in één keer weg. Hij was gevallen van de scooter. Echt? Ja, want ik gaf gas. Hij had zich nog niet vast. Hij lag op de grond. Waar staat de 360-camera? Oh mijn god. Nou, ik heb ook wat dingetjes gefilmd. Want ik heb één keer bij een stoplicht gestaan terwijl het groen was. En iemand zat foto's te maken van de auto, diegene voor mij. En toen werd hij weer rood. Dus kon ik niet door groen. Oh, dus, ja, dat gebeurt vaak. En ik zat achter een lesauto. Oh. Dus ik had ook pech. Ja, nou, dan zie je maar weer dat het hangt ook heel erg van het verkeer af. Ja, 100%. Gezondheid. Ja, gezondheid. 3 keer morgen mooi weer. Ik heb zoveel geniet, zo. Het ging zo hard, joh. Ik heb het zo koud dat ik helemaal loop te trillen. Ja, we gaan lekker naar binnen. Ga even koffie drinken. Kom maar. Nou, hij heeft zich helemaal overgegeven. Oh, zo lekker. Zo lekker. Bootjes ook, ja, hè. Ja, zo lekker, hè, jongen. Ze heeft helemaal overgegeven. Ja, lekker, hè. Kijk nou. Hatsjoe! Hey! Laag, laag. Bro, doe ik niet. Nee, doe ik niet. Nee, doe ik niet. Nee, bro, kom op. Nee, wil niet. Hé, hey, jouw haar is echt mooi. Ja. Nice, I like your kachi. Luister. Ja. Ik ga niet met de scooter naar achter. Ja, ik wil heel even laten... Nee, doe je niet. Dit is een speeltje van Melino. Ja, gelukkig wel. Hij denkt ook, waarom moet ik dat in één keer in mijn mond doen? Ja. Maar nee, ik wil even mijn scooter aan jou goed laten zien. Nee, je gaat me niet achter. Ik loop gewoon. Nee, want ik wil achter even laten zien. Want daar heb je mooi kunstgras. Kan ik hem even mooi neerzetten. Nee. Dan kan ik meteen een productfoto maken. Want ik ga hem weggeven aan een kijker. Dat kan mooie nee. foto's. Ik zet hem even achter. Schat. Nee, jij gaat het niet doen. Nee, want jij gaat hem echt verneuken. Nee, ik... Jij gaat hier overal heen rijden. Grassen kapot, tegels kapot. Nee. Wel, alles kapot. Nee. Bro. Wel, dat gaan we niet doen. Jij hebt zeg maar... Ik ben al te lang niet in je achtertuin geweest. Ja, maar gaan we niet doen. Jij, laatst heb jij ook allemaal houtschilfers. Houtschilfers? Hout. Wat zeg jij nou, joh? Wat zijn nou houtschilfers? Houtschilfers. Wat zijn dat? Jij was aan het houten. Hoe zeg je dat? Huh? Jullie waren hiernaast toch aan het boren? Oh ja, oh, ja. Schans, ja. Een schans aan hem. Oh ja, dan moest ik nog zo even zeggen. Mag ik nog op bed? Sorry. Nou, en jullie hadden hier allemaal hout. Kijk, het ligt er allemaal nog. Nee, maar ik pak even scooter. Bro, serieus, ik doe niks. Ik zet hem alleen neer. Jij gaat nooit wat op als je hier bent. 12 seconds later. Wil je even achterop? Nee. Heel mooi. Hoe vind je hem? Ik vind het vet. Ja, ik vind hem wel heel vet. Ik ga hem weggeven aan de kijker. Zo, hoor je dat? Ah, wat leuk. Want jij weet nog hoe ik mijn scooters vroeger had. Wat was voor scooters had ik vroeger? Aprilia. Aprilia SR. Ja, dat was echt een lijpe witte, helemaal getuned en... Lawaai altijd. Dit valt half uit elkaar. Dan fietste ik met mijn vrienden ik over de Groningerstraat, een hele lange straat is dat. En dan hoorde je ineens... En dan zag je jou zo... zo. Ja, goed. Ja, dat was leuk. Maar leuke tijden. Blij dat ze voorbij zijn. En ik had nog een andere scooter. Nog een andere? Ja. Waarom? Yamaha Aerox. Oh ja, die heb je ook nog gehad, ja. Ja. Ik dacht dat het dezelfde waren. Nee. Nou, dat wist ik niet. Maar jij hebt nooit scooter gehad? Nee, maar wel een keer een nummer van scooter aangedaan.
Van die artiest. Ja, hoe gaat hij? Hoe gaat ik weer? Ja, ik weet het ook niet meer. Je had toch ook een Thomas? Nee, ik had geen Thomas. Nee. Hey, always hardcore. Is niet van mijn tijd. Is niet van jouw tijd? Is niet van mijn tijd. Dat is van Scooter. Dat is van Scooter, ja. Wow, kijk hoe droog dat gaat. Het staat ook zo mooi op film. Dat is een heel raar beweegend zo. Die mieren zijn sterk. Ben je wel niet even rijden op scootertje? Nee. Doe even door de tuin hier, kom. Haas. Eén rondje. Ik heb jou nog nooit hier rijden. Ja, één rondje. Ik zie hem echt niet voor me om te rijden op de scooter. Even een rondje. Dit ziet er zo raar uit. Oh. Even rondje. Ja. Even slipje. Leuk hoor. Ja toch? De sleutel omdraaien. Dat is rechterwijzer, richting aanwijzer. Rempellicht. Nee, dat is de elektrische start. Die moet je niet indrukken als die aanstaat. Oh. Dat is de toeter. Oh nee, dit is geen richtingaanwijzer. Dit is het licht. Dit is het richtingaanwijzer. Ja, ja. Maar een ziek ding, joh. Dik blok onder alles. Ja, goed man. Maar weet je wat voor merk het is? F12R. Ja, dat is het model. Maar weet je wat voor merk? Nou, Malaguti. Ja? Dat is een echte Malaguti. Ja, Malaguti. Ja. Ziek, hè? Ja, heel cool. Wil je een wheelie zien? Kost dat ding? Nee. 850. Gaat hier niks doen. 850. Wil jij ook een beetje geld inleggen om weg te geven? Kijk naar Marlene, kijk naar Marlene. Let op. Kijk. Hij denkt, wat is dat? Hij weet niet hoe hij zich moet gedragen. Hij heeft nog nooit de scooter gezien in de achtertuin. Nee. Milan ook niet trouwens. Kijk er. Even Willy. Nee, je gaat geen Willy doen. Nee, dat hoeft niet. Ik meen het. Ja, nee, ik meen het ook. Ik schop ik al van het ding af. Ik word er echt agressief van. Mijn tuin hier. Ja, dat is goed. Ja. Ah, ik kan niet wachten tot ik mijn eigen tuin heb. Ja, ik ook. Dan hoor ik het alleen. Ik ga die scooter pas weggeven als ik in mijn achtertuin een video heb gedaan. Ja, dat is een goed. Ja. Er is ook een kabelbaan in je tuin nu. Ja, ik weet niet of de buren dat weghalen. Er zit een kabelbaan in de tuin daar. Echt straf. Echt lijf. Maar kun je dat aan de scooter doen? Zit je op de scooter aan de kabelbaan? Ja, of de kabelbaan. En aan het einde van de kabelbaan dan spring je op de scooter en rij je weg. Ja, dat is ook cool. Maar het is wel een mooi item om weg te geven. Dit is een heel sick item om weg te geven. Wil jij met mij meehelpen om deze te sponsoren? Dat ik zeg maar hier zo knoller op zet en dat je dan geld inlegt om... Nee. Nee? Dan moet je toch zelf gaan betalen helemaal? Ja. Nou ja, die €500 mag je wel weer terug. Dan kan je het erop zetten. Ja, doe ik dat wel. Nou, ik had toch wel verwacht dat... waarom zou ik dat doen? Gewoon geboedersknol geven, scooter weg. Oh, je bent gevallen met dat ding. Ja man, zo net nog. Ja. Oh, echt? Nee, ja. Zo kocht ik hem. Dat was goedkoper. Oh shit, is het echt aardig schadel? Nee joh. Is het helemaal geen schadel? Dit wil je winnen. De meeste mensen geven een scooter weg die nieuw is. Ik geef ze met schade. Ja, nee, maar dit is leuk, maar ik hoef er niks mee te doen. Nou ja. Jij hoort niet bij de scooter game, hè? Nee. Nou is goed, dan rij ik hem weg, ja. Bro, ik rij hem wel uit. Ik rij hem wel uit. Ja, ik rij ze om het zwembad. Nee, je rijdt niet om het zwembad. Komt goed. Gaat op je bek, want het is gras, het is plat. Ja, je kan hem niet tegenhouden. Nou. Ja, het lukte wel. Malino. Kom joh. Onder mijn potje. Oh. Ja, leuk speelgoed. Ja, heel leuk. Oké, hier kom ik niet vaak. Maar dat komt omdat dit boven bij Milan is. Maar Milan die heeft een nieuwe toilet. Dit was eerst een kledingkast. En nu is het gewoon een toilet. Maar kijk dan hoe mooi. Ik zal even het lichtje aan doen. Kijk hoe super mooi. Ja, hij heeft gewoon helemaal een zwarte toilet. Ja, dat is een beetje inspiratie ook voor mij. Wie komt hier omhoog? Sinds wanneer mag jij omhoog? Sinds wanneer mag jij boven komen? Ja, dit is altijd zo typisch. Als ik een grote boodschap ga doen, dan gaat Malino er altijd bij zitten om mij te beschermen ofzo. Maar serieus, ik ben de eerste die hier op deze nieuwe toilet, deze toilet zit dus pas 2 dagen in. Ik ben de eerste die hier een grote boodschap op gaat doen, dus ik ga hem even inwerken. En dan, heb ik dat ook maar weer gedaan. Dan gaan we er daarna weer vandoor. Hè?
grote baas. Kijk, dit bedoel ik. Ja, je houdt gewoon de wacht, hè, maatje. Wat een schatje. Oh, hij hoort iemand. Hij hoort een andere hond. Zo, dankjewel, maatje. Hey. Dankjewel, jongen. Ja, oh, jongen, dankjewel. Zo, ben ik klaar hier zo. Ga je mee naar beneden? Kom maar. Kom maar. Hij wil gewoon tegelijk. Dit is zo schattig, hè? Lief jongetje. Even schattig jongetje. Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Die rode oogjes zo, zo schattig. En sluit lekker jongetje. Jongetje, jongetje, word je wakker? We zijn er. Yay! Hoppakee. Ik werd in een keer gebeld door Shahid van, hey Enzo, kom je ook? Want dus lachen, dan doe ik ook even de PW50, die minibike, die Yamaha, doe ik even in de bus. En dan rijden we erheen en dat is een motocrosswinkel en die heeft daar achter een baantje. En dan kunnen we gewoon een beetje keuren en zo. Ik zei, is goed. We waren toch aan het kloten met de scooter. Dus we dachten, is goed. En dan komen we erheen. Dus hier zijn we dan. Kijk, daar is Gio al. Hallo. Hey Gio. Nou, is dat de auto van Boas, zien we die ook weer een keer. En ik zie daar al wat crossen staan en ook mijn PW50. Die heb ik nog opgevonden. Geen reetje, gast. Gewoon recht, loop gewoon door. Heeft u ook een zijspan waar het jongetje in kan? Nou. Dus het zou toch mooi zijn dat je zo op de crossbaan gaat met een zijspan. Ja. Noël gaat samen snoepjes eten. Ja, zonder brilletjes. Zonder brilletjes. Kat in bakkie dan, zijspan. Ja hoor, hoor. Ja, dat is leuk. Kat in bakkie. Of gewoon achterop. Maar ga je hier serieus aan beginnen, Galit? Ja, jongen. Weet je het zeker? Ja, ik ben echt benieuwd hoe jij gaat crossen. Ik denk dat als jij dan aan het crossen bent en je hebt de helm op, dat je zo de eerste... Nou, ik wil het zien hoor, ik wil het meemaken. Ja, ik wil het ook zien. Je moet het even normaal, joh. Je vracht er ook gewoon in, man. Deze maar dan. Zo gaat het niet, hoor. 43, man. Ja, wat is dit? Ja, moet je niet kijken hoe je die laars aan. Wow, dit is... Kom eens hier. Dit is zo chaos, hè. Die moet je aanpakken, die gaas. Ja, dat is waar, dat is waar. We moeten weg aanpakken. Ja, echt waar. Hey, helemaal nieuw. Wil jij vastmaken? Nou, doe me netjes. Wil jij vastmaken? Precies. Kom maar, moeders. Ja, moeders. Ja, in de ochtend sportschool en vanmiddag frikandel speciaal. Dat is hoe hij dat doet. Die moeders helpen. Ja, gewoon lekker zelf laten doen. Ja, en allemaal zo'n shirt aan. Ja, tuurlijk. Allemaal een shirt aan. Super vet. Dat is wel vet, hoor. En een broek. Nou, kom maar door. Hey. I like you, Kachi. Oh, oei joh. Zo, rustig, rustig. Maak al de factuur. Rustig. Ja, rustig. Dan bijpassen nou. Nou, ik moet zeggen dat de dames ook aardig mooi worden aangekleed hier, ho. Zo, maar gaat u ook mee crossen? Ja. Ligt er aan hoe jullie gaan. Ik ga eens kijken wat jullie doen. Hier, achterop bij mij. Kom achterop bij mij. Nice hoor, schat. Echte crossen zo. Crosschick, hè? Ja, doe eens, doe eens. Maar ik wil wel graag een body hè? Een borstprotector. Body. Hoppakee. Kijk hoe hoog die broek is. Dat zijn bij mij ook wel. Nee, maar bij hem is het wel. Goed mijn ik vind het mooi hoor. Ja, toch? Ik vind het mooi, maatje. Ah, jij ziet er ook goed met je uit nu. Ja, toch? Ah, wel echt serieus. Leuk dat je me belde om nog even wil je ook crossen? Ja. Zo, inderdaad. Moet je kijken, joh. Bruikte, helaas. Hey, had ik deze niet kunnen doen dan? Nee. Wist je dat je kwam? Nee, maar top, man. Echt. Ja, toch? Ja, dit zijn de spontaanse momenten. Dat de leukste momenten. Dus ik vind het wel rot, joh, dat je zou komen. Geet Jan Saïd komt eraan. Ik zei, wat? Dan ga ik gauw weg. Serieus? Ik wist dat jullie dus met zoveel mensen kwamen. Je druk te maken. Ga je boodschappen doen. Niet overspannen raken. Nou, de dames zijn er ook klaar voor, geloof ik. Wat zitten jullie echt van die crosschicks nu? Ja, echt stoer. Echt tof. Handschoentjes en dan nog even borstprotectie. En dan heb ik alles beschermd. Dan heb ik schoenen, kniebeschermers, scheenbeschermers, borstbescherming, helm op, handschoenen. Mwah, hele plaats compleet. Dan nog even een dikke motor onder de kont. Gaan met die handel. Even kijken, welke motor kan ik rijden? Op die ene Yamaha? Ik geloof dat hij een andere lijn had. Ja? Wordt nog even een motor gepakt. En dan gaan we lekker crossen. Iedereen is helemaal in stijl. Ja, dat wordt super vet. Iedereen in outfitje. Helemaal top. Ja. Echt super. Moet eens even kijken. Ik had natuurlijk gevraagd voor een Yamaha. Dankjewel. Zo, kijk eens even. Dikke Yamaha onder de poepet. Hè? Huh?
En ik ken maar één ding en dat is gas. Nou, trap hem aan. Deze moet je wel aantrappen, deze is geen elektrische. Ja, maar die crossmotors kan je echt goed hard aantrekken. Ja, trappen. Zo, die is vet, hè? Ja, heel vet hoor. Het wordt echt dik. Zo random ook dat je het in één keer belt. Dat was super tof. En in één keer staan we hier op de crossbaan met een outfit. Ja, echt super ziek. Shoutout naar Bonenberg. Toch? Bonenberg. Bonenberg. Super nice. Dus nog even wat water drinken. Het is gezond, vergeet geen water te drinken. En dan hebben we hier de baan, dan gaan we hier crossen. Maar jij hebt hem ook bij je, top. Heb je hem even ingereden voor me? Ja? Hij is nieuw. Helemaal top. Dankjewel. Alsjeblieft, man. Helmpje vast? Zeker, zeker, zeker. Zeker helmpje vast. Nou, gas erop. Zo, dit is wel weer even wennen hoor, dames en heren. Dit is echt totaal iets anders dan motorrijden, dan scooterrijden. Dit is echt iets heel anders. Hele andere koek. En ik vind dit echt knijters moeilijk. En ik heb echt nog maar 5 rondjes gedaan. En ik heb echt al last van mijn onderarmen. Sowieso de motocrossers, de professionele motocrossers, die hebben zulke sterke onderarmen. Dat kan niet anders. Het is zo ontzettend zwaar. En ja, we gaan ook allemaal niet zo hard. Ik ben wel echt super blij dat we allemaal helemaal in pak zijn. En goede bescherming hebben. Maar het gaat nog wel een beetje moeizaam. Dat is Boas. En hier komt Myron. Ik vind het wel altijd super stoer van Myron dat ze dit soort dingen ook gewoon allemaal meedoet. Echt super gruwelijk. Echt geniaal. Nou, Noël, ben jij er klaar voor? De eerste keer, dus ik... Het is de eerste keer dat je gaat crossen. Maar wil je dan wel meteen op zo'n grote of wil je even op deze? Ga ik eerst op deze proberen? Je kan ook gewoon op deze gaan. Ja, ik ga vast erop. Daar gaat hij voor de eerste keer, die Noël. Let's go! Hey! Lekker man! Focus nou al, focus! Het is echt even wennen, hè? Ja, maar ik vind het echt superleuk. Het is ook heel erg leuk. Maar mijn onderarmen zijn helemaal kapot. Dat had ik het net ook al over. Echt, zei je dat ook al? Ja. Kijk, dit gaat wat harder. Die heeft het al wat vaker gedaan. Maar ging dat goed van mij toch? Ja, ik vond het heel netjes. Ja? Zeker, ik ben blij. Kijk, daar gaat Gio. Kijk, daar komt Noël. Daar komt Noël. Ah, lekker Noël. Oké, ik ga eventjes mee met Noël. Op de Yamaha. Yamaha. Ga jij mee? Ik ga mee. Is goed. Let's go. Let's go. Gaat-ie?
Net toevallig als ik achter Noël zit, gaat hij onderuit. Maar die Shahid gaat wel zo hard, joh. Wat dan? Ja, jij gaat hard, man. Vliegen? Ja, niet normaal. Hey, je, je hebt een lange baantje. Ja, dat zag ik net pas. Ja, fucking mooi baantje. De Shahid gaat het hardst van allemaal. Ja, die gaat gek doen hoor. Ja, Shahid heeft even zijn ADHD momentje. Ja, die gaat echt wel helemaal los komen bij de tegen. Ja? Ja. Oh, holy shit. Ja, die Shahid die springt echt omhoog. Oi, 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 super vet. Oké, misschien had ik niet zo dicht bij die plas moeten staan als Shahid langskwam. Lekker Noël! Let's go! Ik vind het zo dapper van Noël. Hij heeft nog nooit op een motocross gezeten. En ja, hij zit dan niet op de grote nog. Maar ik zit zelf ook natuurlijk nog helemaal niet op de echte de grote dingen. Maar het is veel te moeilijk, joh. Maar wel geniaal. Kijk Noël gaan, joh. Hij heeft de smaak goed te pakken, hoor. Gaat-ie! Hoppakee! Hier, dat jongetje zat te vlaggen. Superleuk. Go, go! Hij maakt wel lekker geluidje, die kleine. Zo, maar hij doet ook wel goed, vind ik wel. Ja, maar jij gaat helemaal lekker. Je kan gewoon van de grond net. Ja, ziek, hè? Helemaal. Maar die KTM is wel veel verder als die Yamaha. Of die Suzuki. Ja? Ja, vind ik wel bijzonder. Dus je zegt gas, maar hij lijkt te laag in zijn toeren, denk ik. Zo mooi, hè? Ik helemaal onder de... Ja, maar dan komt hij jou net. Ja. Omdat jij door die plas ging hier. Ja, zo vet, joh. Dan mag je in één keer zo, toch die omhoog. Ja, echt geniaal. Wow, joh! Oh joh, hij moet een keer voor de grap meedoen met van die kinderen. Ja, 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 maar die gaan die, ja, moet gewoon uitpakken. Ja, die kinderen die rijden Noël sowieso eruit. Op die motor waar ik net op ging, word ik er ook uit op gereden. Dat is niet normaal. 85 cc. Ja. Maar je moet ook een beetje leren toch door de bochten zitten en vastklemmen, dat soort... Ja, dat is moeilijk hoor. Zo. Oh, Don, hoor! Het is wel leuk dat iedereen durft en iedereen het doet. Vind ja, het. Zeker, zeker. Iedereen gaat ervoor. Ja. Lekker Noël! Ja. Ging die goed? Ja, steeds beter. Echt nice hoor. Ja. Ook hoe je over die heuveltjes gaat zo. Misschien zou ik kunnen springen, maar ik wil dat gewoon niet. Want ik ken mezelf. Als ik dan drie keer gesprongen heb, denk ik meteen dat ik alles kan. Dus ik ga gewoon lekker rustig zo. Heel smooth, heel nice. Maar ik vind het vooral fijn dat die bochtjes zo goed gaan. Die gaan vooral zo smooth, met mijn voetjes zo een beetje aan de grond. Ja, leuk. Dat echt heel tof. Oh, maar mijn armen kapot. Ja, als je het goed vindt, ga ik nog heel even en dan daarna ook even mijn armen, jeetje. Let's go, Noël! Ja, daar gaat Noël, daar gaat hij! Hoppakee. Op de grote, dus de eerste keer? Ja, eerste keer op de grote. Nou, ben benieuwd. Dan gaat nu het bochtje in. Nou, dat gaat helemaal goed. Hoppakee. Goed voor je kijken, voor je kijken. Hij gaat goed. Hij vindt het heel spannend. Ja, maar hij vindt het ook heel vet. Ja, zo vet. Maar zoals die bochtjes kan hij wel. Maar hij was heel bang voor het schakelen. Ja? Zei hij, ja. Nou, dan ga ik wel even achter hem aan. Doe maar even. Je moet hem niet opjagen dan, hè? Nee, zeker niet. Komt hij weer? Nou, gewoon... Lekker! Hij is gefocust. Ja, die ogen. Nou, let's go. Oh,
Dit gaat altijd doen. Oh, nou ja, houd het. Hij snijdt hem om. Kom, Anna! Anna valt! Ja, dat was voor de anker, ja, anders dan stond hij door. Ja, lekker, Noël. Goed gedaan. Ik heb nog gehouden, hè. Hey, toppie. Lekker hoor. Zo, dames en heren. Ik ben gesloopt. Ik zit nogal onder de mudder. En ik heb een beetje last van mijn onderarmen. Maar het was super vet. Hier staan de motoren. Doe je Yamaha. Mijn kleine Yamaha PW50 die staat daarachter. Maar die neemt dus hier weer mee in de bus. Maar ik heb zo genoten. Was echt super dik. En heel erg onverwachts. Maar was geniaal. En Noël? Lekker hoor. Heel erg nice. Zeker, hey. Echt nice gedaan. En maar ik vond het bij jullie ook goed gedaan. Helemaal bij jou. Yeah. Hey. Goed. Heel erg leuk. Dat is wel zo, dat was niet mijn eerste keer. Bij jou natuurlijk wel, ja, dus dan is het extra knal. Ja, zeker weten. Nou, gaan we lekker naar huis. Dat was heerlijk. Ze zitten altijd te slapen, die jongen. Ja. We zijn er. Zo, we zijn snel. Nou, we hebben er net zo lang over gedaan als anders. We hebben serieus drie partijen of drie restaurants gebeld. Alle drie gewoon. Eentje was in één keer random gesloten. Stond op internet open. Die andere twee die namen gewoon niet op. Gewoon klaar mee. Gewoon, nou. Klaar. Dus Marion zei, weet je, dan ga ik lekker zelf koken. En ik zei, ah, dat vind ik eigenlijk veel lekkerder. Dat vind ik ook veel beter. Dus we gaan lekker pasta eten. Van Myron. Yeah. Het eten is klaar en het ruikt zo ontzettend lekker. En ik weet ook zeker dat het heerlijk gaat smaken. Dus eet smakelijk allebei. Eet smakelijk, maatjes. Zo, kijk eens even. Oei, het wordt helemaal beslagen in mijn camera. Maar het is in ieder geval, wow, kijk dan. Oei, oei, oei. Heerlijke maaltijd weer. Echt heerlijk. Wat is het allemaal? Pasta met broccoli, spinazie? Tomaatjes, pesto. Heerlijk. Ja. Ruikt hier, bro. Er staat mijn brommer in een fik. Oh my god. Myron, sleutel mee. Oh my god. Oh, wij ruiken al. Wat hoor je? Ja. What the fuck? Kom, emmer water. Emmer water. Ik pak emmer. What the fuck? Goed dat u het ziet. Ja, wij roken. Ik denk, wat ruik ik? Ja, wij ook. Ja. Ja, je, dat touw gaat ons in de fik. Nu. Huh? Moet er snel zijn, want anders gaat dat touw in de fik. De brandweer gaat. Ik weet niet hoe snel ze komen, de brandweer. Of ik weet niet hoe snel de brandweer en de politie komt. Maar ik denk, ja, dus ik hoor ze al. Dus ik ga alvast lopen. Holy shit, ik hoor de sirenes al. Ja. Oh joh. Ja, hij staat nu, ik zie hem wel roken. Hij staat niet meer in de fik. Maar ja, toch maar voor de zekerheid brandweer bellen. En we hebben die receptionist aan de lijn gehad en die zei van, ja, we sturen gewoon met spoed de brandweer. Ik bedoel, we weten niet wat er gaat gebeuren met die accu. Nee. Wat de heck is zo'n accu? Alles voor de zekerheid, ja. En wij nog eerst denken dat het in de studio was, omdat het raam open stond. Serieus, dat hebben jullie niet gezien, want ja, dat film ik niet zomaar. Ik dacht, waarom zou ik dat filmen? Ja. Dus ik was alles aan het ruiken in de studio. De computers, de stekkerblokken, lampen, we waren alles aan het checken. We roken maar niks, maar omdat ik mijn raam wagenwijd open had staan, kwam al dat rook natuurlijk naar binnen. Hè? Huh? Rennen. Holy shit. Ja. Ja, dit is eigenlijk ook wel een sneu, want ja. Hallo. Hallo. Weet je ook waarom zo veel? Ja, ziek hè? Ja. Ja, dat is het. Hij is flink doorgebrand, hè? Niet normaal, er zit gewoon een gat in. Helemaal zo'n kuil. Oh. Maar dit is serieus de elektrische fiets waar wij mee in het ijs zijn. Ja. En het schermpje staat nu aan. Ja. Dus door die brand is hij ook weer aangegaan. Zo raar. Ja, maar hoe is de brand überhaupt ontstaan? Hoe kan die kortsluiting? Ja, door regen. Maar hij staat al 3 weken buiten. Weet je wat ze nu aan het doen zijn met zo'n meter? Zijn ze aan het kijken hoe warm het nog is? Ja. Die accu. Maar je ruikt het nog steeds heel ziek. Ja. Heel erg.
Maar daarom, ik had hier het raam open. Ja, ze zitten daar. Dus alles kwam naar boven, joh. Wat de fuck, oh, politie komt nu ook. Oh, de ambulance ook, volgens mij, want ik zag het ook al rijden. Ja, undercover. Ja, dat is die undercover die ik zag, die voorbij reed. We zijn na 9 uur buiten, eigenlijk voelde het best wel slecht. Ja. Best wel raar, ja. Ja, eigenlijk wel. Is dit een van jullie, of niet? Ja, die is van mij. Oké. Want de enige optie is eigenlijk om het onder te dompelen, maar het is elektrisch, hè? Ja, gooi alles maar weg, joh. Ja. Maar dan moeten we hem dus ergens in een water neerleggen. Ja, weet je wat het vreemde is? Heel kort even. Ik ben 3 weken geleden met die elektrische fiets op het ijs geweest in het park. Daar ben ik er doorheen gezakt. Die fiets heeft een uur in het water gelegen. Ja. Toen heb ik hem eruit gehad, toen heb ik hem hier neergezet, maar hij deed het niet meer, logisch. Ja. Hij staat hier nu al 3 weken buiten. Ja, dan toch begint hij in één keer te smeulen dan. Ja. Dus ik wou die fiets sowieso wegbrengen, maar die accu is blijkbaar gevaarlijk. Dus van mijn part, Maar dat... We hadden de receptioniste gesproken van de brandweer en die zei van ja, we komen er meteen met spoed aan, want we weten niet wat die accu gaat doen. Ja, en de overbuurvrouw zei nog niet met sirenes hoor, want we wonen in een flat met heel veel ouderen. Nee, we moeten wel met sirenes. Overbuurvrouw pakte mij zo vast van oh shit. Ja, toeters en bellen, alles. En ze zijn hem nu aan het afspoelen, die hele fiets. Ja. Ik heb serieus een beetje hoofdpijn van die geur. Ja, dat is gewoon een accu. Dat is gewoon, maar je, moet je nagaan als een Tesla in de fik vliegt. Moet je nagaan, stel het was ergens waar brandgevaar is. Nu stond het tegen een gesteen gebouw aan. Stond tegen een schuur. Ja, dus precies. Fik, stond die sowieso in de fik. Ja, echt hoor. Maar jullie hebben nog vlammen gezien. Ja. Ik heb hem geblust. Ik heb hem geblust. Ja, dat ding stond echt helemaal in de fik. Ja, we hebben hem geblust met water. Ja, ik heb alleen gezien dat hij aan het roken was. Nee, hij stond echt flink in de fik. Bedankt, hulpdiensten. Laten wij naar binnen gaan. Ja. De accu ligt in de bak daar zo. Die zit gevuld met water. En die hadden we gekocht voor het verhuizen. Dus we bestellen meteen een vernieuwde bak online. Ik weet niet of we die nog kunnen gebruiken. Misschien brandt die accu er wel doorheen. Zelfs met het water. Want hij is helemaal aan het roken nog. Ja, hij is nog steeds aan het roken. Ook al helemaal onder water inderdaad. Nou, ik heb de timer gezet voor een uur. En over een uurtje moet ik weer naar buiten om even aan de bak te voelen. Ja, we moeten even maar het raam openzetten. Het stinkt binnen de studio dus. En wij maar in elke lamp ruiken, elke apparaat. Ja. Oké, we zijn nu een uurtje binnen, dik een uur binnen. Dus we gaan nog even naar buiten even kijken. We moeten even aan de bak voelen of het warm is. Dus dat is precies wat we nu eventjes gaan doen. Ja, ga even met z'n allen. Ja. En dit is alvast een sneak peek op echt iets super vets. Kaboom! Ja, de hele zomer ga ik rocken op de Knol Power slippers. Ze zijn zo nice. Beetje crocs. Ja, maar soms ook wel. Wat denken jullie dat die bak warm is? Ik denk een beetje lauw. Een beetje lauw? Ik weet het niet hoor. Ik denk een graad of 11. Je ruikt het nog wel heel erg. Oké, hier staat de bak. Even voelen. Nee, is niet warm. Is ook niet koud, maar is ook niet warm. Voel maar. Nee. Maar schijn eens goed die lamp erop. Kijk dan, je ziet die hele accu daar gesmolten zijn. Zie je dat? Er komt nu wel nog lucht uit. Zie je dat? Ja, bizar. Echt bizar. Helemaal weggesmolten, zien jullie dat? Echt ziek hoor. We moeten het sowieso tot maandag laten liggen. Dus dat is echt nog... Twee dagen. Ja, nu nog wel sowieso anderhalve dag. Dus. Ja, ziek hoor. Dan moeten we gewoon hier zo laten staan. Ja, echt super random. Nou goed, we gaan naar binnen. Ja. Gelukkig hoeven we niet weer de brandweer te bellen. Nee, inderdaad. Want als het wel warm was, dan hadden we de brandweer moeten bellen en dan kwamen ze weer langs. Hoe kan je zo ik keek naar beneden. Oké, dames en heren. Dat is de vlog voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik hoop dat ik jullie morgen zie met een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.